We zijn allemaal kinderen die thuiskomen van school met een tekening die we aan onze ouders laten zien. En we hopen dat de moeder of de vader zegt, oh, wat is dit mooi, dit ga ik ophangen. En dat fenomeen van dit ga ik ophangen, dat is wat we doen, ons hele leven lang. Om een van de redenen hou ik ontzettend veel van gebouwen en van vormgegeven omgevingen en objecten. En daar hou ik zoveel van en die vind ik zo belangrijk dat ik wil uitleggen waarom ze zo belangrijk zijn. En ik heb het idee dat alles wat ik doe, of het nou lesgeven is of tentoonstellingen maken of lezingen geven of schrijven, dat is niet meer of minder dan gewoon iemand bij zijn nek wil pakken en zeggen, kijk hier nou eens naar, is dit niet geweldig, zie je dat dan niet?